Op vrijdag 15 september vond in het gemeentehuis in Zomeren de presentatie plaats van een heel bijzonder project. Het college van BMW is aan het filmen geslagen. Connie, wat was jouw rol in deze tentoonstelling? Ik ben denk ik degene die vooral enthousiast zorgt dat mensen de ruimte krijgen om leuke projecten te gaan doen. Ik ben eigenlijk niet de handjes, want dat is Ine en Huub zijn onze ambtenaren die dat vooral gedaan hebben. En die zijn hier aan de gang gegaan in de wijk. Wij hebben de financiën zeg maar toegekend. En wat ik vooral gedaan heb, Ine kwam bij mij vragen van goh, dit en dit willen wij gaan doen. Ik zei doen, want als mensen zo met elkaar de samenwerking aan willen gaan, ook in het gemeentehuis bijvoorbeeld, om daar de tentoonstellingen te mogen inrichten. En daar hebben ze de tijd voor nodig gehad om dat echt netjes te doen. Ja, en ik zorg er ook voor dat mensen binnen kunnen komen. Dan zorg ik ook in een dorp als er iemand, een groep van oudere mensen die een uitje willen. Ik zeg, oh, kom naar het gemeentehuis. Dus ik ben vooral degene die anderen enthousiast probeert te maken. En vooral de mensen hier in deze wijk, die hebben het gedaan. Dus alle krediet is eigenlijk voor al die andere mensen. Ik heb de makkelijkste functie. En hoeveel tijd heeft het allemaal gekost om dit allemaal tot stand te brengen? Nou, ik denk dat het veel meer tijd heeft opgeleverd, want de kosten, het gaat eigenlijk over de energie. Maar als ik kijk hoeveel Ine hiermee bezig is geweest, betaald, maar ook heel erg veel in haar vrije uren. Samen met al die vrijwilligers die ook gewoon werken en een baan hebben. Ja, ik denk dat het onbetaalbaar is. Hoeveel tijd daar überhaupt in is gestoken. Maar je ziet, alles wat je aandacht geeft, groeit. En als je kijkt hoeveel enthousiasme. En bij de kunstroute afgelopen donderdag, gisteren, er was. Ook de tentoonstelling in het gemeentehuis dat tot eind november loopt. Ja, dan is de input-output is geweldig. We hebben hier ook heel veel vrijwilligers aan meegewerkt. Ja, eigenlijk alle inwoners en mensen die hier aanwezig waren, ze hebben eraan meegewerkt. Dus het is allemaal op vrijwillige basis. Ine is degene die voor een x-aantal uren betaald wordt, maar de rest is allemaal vrijwilligerswerk. Maar als mensen kunnen vertellen uit hun passie, ja, dan is dat vrijwilliger zijn is onbetaalbaar. En ik zie hier vooral oudere mensen, maar zijn er ook van jongere generaties vrijwilligers die hier komen? Ja, als je kijkt in Wijzomeren Noord en dan in de kunstroute, zie je daar ook bijvoorbeeld, ik heb met Bjorn gesproken, die wordt komende week 18. Dus dat is nog een jongere met Down-syndroom en die hele grote plannen heeft om beroemd te worden. Er zijn ook jongeren die zeg maar met de ouders mee optrekken. Maar dat er hier wonen ook heel veel ouderen. Maar ik denk in de toekomst komen er hier meer jongeren, ook jongere gezinnen. En als die enthousiast gemaakt worden, dan gaan die mee. Ik weet niet precies hoeveel jongeren, dat weet Ine veel beter. Dus misschien kan ze daar een antwoord op geven. En merk je ook dat Zomeren Noord nu hechter is geworden, dit project? Ja, dat heb ik wel begrepen. Je ziet ook dat mensen elkaar leren kennen. Ik hoorde van Fokke ook van, eigenlijk waren alle straten eilandjes. Maar omdat die straten nu met elkaar verbonden zijn en ze elkaar leren kennen, zoeken ze elkaar ook op. Nou, we hebben net een hele grote uitleg gehad hoe in 1965 deze wijk opgebouwd is in 6 gedeeltes. En dan zie je gewoon dat het nu nog steeds meer een mooi geheel wordt. Ik word er gewoon zo enthousiast van. Geweldig. Wat hoop je nog dat er gaat veranderen hier in de toekomst? Er zullen hier in deze wijk nog meer veranderingen komen. Wanneer de Pauluskerk hier wordt afgebroken, dan komen er nieuwe plannen. Ook hier de Weijers die gaat een verandering ondergaan. En als je dan ziet als dit een ondersteuning kan zijn om een wijk leefbaarder te maken. En ook om meer een mix te krijgen van jongere mensen.